In aanloop naar de komende verkiezingen zijn er verschillende bijeenkomsten geweest in Tiel en de regio. Zo kwam de voorzitter van de CDA, Ruud Peetoom, naar een debat op ROC River. Het is heel spannend waar het naartoe gaat. We zitten op dit moment dat wij elkaar spreken echt exact 1 week voordat de uitslag bekend wordt. 9 uur 's avonds op woensdagavond. En we zijn natuurlijk super benieuwd. Maar je ziet het CDA overal, zowel in de media, maar ook in het land, zijn overal goede kandidaten. En hier in Rivierenland is dat Gerard van der Anker. En ja, dat toont wel aan dat wij voor elke regio goede mensen hebben. Kijk, we zijn een partij van het midden. En dat gaat inderdaad om gezond ondernemerschap. En dat gaat over het creëren van toekomst van mensen. Dat gaat ook over een duurzame toekomst. Dus niet voor niets dat onze slogan is het land dat we door willen geven. Heel belangrijk is daarvan aandacht voor mensen, voor hun eigen situatie. En het nemen van verstandige besluiten die verder gaan dan de waan van de dag van vandaag. Ook bij Autogroep De Waal in Geldermalsen was er een debatavond georganiseerd. Hier stond de verbreding van de A15 centraal. Hoe nu verder? Allereerst zorgen dat de onderzoeken die landelijk worden gedaan, die komen dit voorjaar, worden die resultaten bekend. En dan moeten we gaan kijken wat is er nodig op korte termijn en op lange termijn. De regio heeft zelf een onderzoek gedaan, daar kwam niet direct een knelpunt naar voren. Ik kan het me heel erg moeilijk voorstellen, daarom dat we ook die landelijke cijfers nodig hebben. Om te kijken van hoe nu verder. Wat mij betreft gaan we gewoon, als die cijfers er zijn dit voorjaar, met hier de VVD-afdelingen om tafel om te kijken van hoe kunnen we dit nou op de korte termijn ook gewoon een aantal concrete dingen doen. Want nou ja, als je de ongelukken berichten hoort, maar ook de fileberichten hier, dan weet je dat er iets moet gebeuren. Je weet dat dit soort dingen lang kunnen duren. Dus ik snap ook alle frustraties van waarom duren dingen hier zo lang. Maar dat betekent niet dat je er niet voor moet gaan, maar ook niet dat je op korte termijn al dingen niet zou kunnen gaan doen. Dus laten we ook vooral aan de slag gaan. Wat nu van belang is, is de inhoud. Dus heel concreet, wat betekent het? Wat is het economische belang? Maar ook niet alleen vanuit Tiel bijvoorbeeld zelf, maar juist de verbinding zoeken. We doen een groot onderzoek, dat heet een goederencorridor Oost, dus van Rotterdam naar Duitsland. Daar is extra geld voor beschikbaar gesteld. Dus daarmee geven wij vanuit het Rijk al aan, wij vinden dit belangrijk. Daar maakt dit traject ook onderdeel van uit. Zorg nou dat je dit daar agendeert. En dat kan ik niet alleen, daar heb ik ook de regio voor nodig. Zij hebben de afgelopen jaar zich ingespannen, maar we moeten nog echt even samen die laatste stap gaan doen.